Thank you.
Thank you.
Zo maakten we de afgelopen drie kwartier een reis van een klagend leidmotiefje naar een stralende finale in majeur. En die reis heette de vijfde symfonie van Tchaikovsky. En die werd hier tijdens het zondagochtendconcert in de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam gespeeld door het Nederlands Philharmonisch Orkest. Onder leiding van dirigente Elin Chan. Met natuurlijk applaus voor eerste hornist Fokke van Heel. Dank voor die solo in het tweede deel. De twee klarinetten. En zo gaat de dirigent er langzaam het rijtje af. Ja, ze geeft iedereen een deel van het applaus. Dat is de paukenist. En nu staan alle dames en heren van het Nederlands Philharmonisch Orkest. Ja, en voor de Tchaikovsky-liefhebbers zeg ik nog maar even voor de zekerheid dat de symfonie die hierop volgt, de zesde symfonie, de pathetiek, dat die binnenkort ook op zondagochtend zal klinken. Namelijk op 9 februari aanstaande door het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Omer Meijer-Welber. En dan zit het Vorspiel und Liebestod uit Tristan und Isolde van Richard Wagner zit er dan ook bij. Daar kunt u nog bij zijn trouwens op zondag 9 februari.